Hier gaat het om de FIFA World Cup. Het is geen speeltuin, de finale van het WK, dus ja, daar mag wel een beetje strijd in zitten, toch? München 1974, Buenos Aires 1978 en nu Johannesburg 2010, Nederland of Spanje. Het regent gele kaart. Oh ja, het is niet nerveus, het is bloednerveus. Opzuist. Me sorprendió de fin de pero ¿qué ha pasado aquí? Noté que me crujía todo, la espalda, la cadera. Hombre, por ejemplo, o buen tío de decir, oye, pero ¿qué hacéis? No, si esto no es Holanda. Recibí, no me lo esperaba. Y se va de arriba, o sea, así de claro, o sea. Ya, goeie bal, Robben, op weg naar, Arjen Robben, oh! No sé, se me pasaron por la cabeza mil cosas, ¿no? Decidí aguantar. Intentas con tu movimiento del cuerpo, intentas ayudar a Iker a parar la pelota. Zo'n kans, dat is een unieke kans, die krijg je misschien nooit meer. Bronkhorst wacht af en daar komt de kans voor David Villa. En het is een wonder, het is een wonder. Van Persie, kom toe. Robben is er langs, Robben, nu dan, Robben, nu! Weer stuit op Casillas, tweede kans aan je Rob. Intento molestarlo todo lo que puedo. No sé, Puyi pasa el pie, Robben sin querer salta. Si él se hubiese tirado, era falta y roja. 0-0 in de finale na 90 minuten. Zacht voor elkaar, spanning, angst ook nu. Alle hens aan dekken. Met 10 tegen 11. Sneijder. Waffen is die veranderd. Oh! Niet volgens Webb, want die geeft zijn achterbal. Fabregas. Is dit weer buitenspel? Dan is het. Dan is het voorbij. Iniesta. Het is voorbij. Weer tweede. De beste ploeg heeft wel gewonnen. Maar het had ook andersom kunnen zijn. Mooi in voetbal is dat je altijd weer een herkansing krijgt. Ja, die komt sowieso. Wit tegen blauw, Spanje tegen Nederland. Ze gaan alles geven wat ze in hun hebben. En dat is veel. Daar staan de wereldkampioen van 2010 en de runner-up. En het is begonnen. Ja, ja, Wesley Sneijder. 5 goals vorige WK. En nu is het weer Casillas. Vlaar zijn geprezen. Laten we niet op die toer gaan, dat werd 4 jaar geleden ook niks. 20 minuten gespeeld. Stand 0-0. Scheidsrechter heeft een penalty. Nederland heeft nog een uur om iets terug te doen. Door het oog van de naald. Dat is een beste bal op Van Persie. Ja! 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 Hadden we al veel van hem gezien? Nee. Maar maakt dit alles goed? Ja! Schitterende goal! Goed gedaan weer, Blind. Robben! Ja, Robben, nu dan! Ja, Robben! Heerlijk, Arjen Robben. Van Persie, oh, de lat zeg! Casillas staat mis, bal in de goal! 3-1! Van Persie, 4-1 zeg! 4-1! Halleluja! Halleluja! Mag ik zeggen, het is 4-1. Daar is de entree van Oranje op weg naar de 8e finale. Het geknoei van Nederland wordt steeds groter. Het draait van geen kant. Robben, hier ligt ruimte, hier ligt de kans op 1-0. Robben! 1-0!
van een treffer. Bij Vlagen wordt Oranje nu toch aardig te kijk gezet door Australië. Het is van kwaad tot erg. Sneijder. En een penalty gegeven. Jerenek scoort. Dit belooft een hels karwei te gaan worden voor Oranje. Dit is de paai. Balletje naar Van Persie. Van Persie met de kans. 2-2. Nog tijd genoeg. Wat ontsnapt Oranje hier, zeg. Met van grote afstand en dit is wel raak. Depay, een WK-debuut om nooit te vergeten. Het is een ritje in de achtbaan, deze tweede helft. Het is nog lang niet gespeeld hier. Een minuut of 10 nog te spelen. Aziz geven nooit op. Nog 180 seconden. De laatste minuut is ingegaan. Moet die fluit aan de mond zetten en drie keer blazen. En dat doet hij nu. Het is pas de tweede keer in de geschiedenis van de voetbalsport dat Nederland en Chili tegen elkaar spelen. Winnen is winnen vandaag voor Nederland, maar gelijk spelen ook. Chilenen beginnen te drukken. Dit is wat de Chilenen willen. Nederland op bijgeld vastzetten. En dit is linkersoep. Het is nerveus. Het is niet hoogstaand. Dit is voetbal dat gaat om winnen. En daar is de kans. Robben wil weg. Robben heeft de ruimte. Nu is hij er langs en nu kan hij zijn snelheid even leren. Robben gaat buitenom links en nu komt er een kans. Robben. En daar was hij bijna. Ah. Sillissen gaat voor de bal. Alleen voor de bal. Sanchez. Sillissen. Twee derde van de wedstrijd verstreken, halverwege de tweede helft. Depay. Ah, spannend tot en met. De tijd raakte langzaamaan op. Daar is hij! Daar is hij! Ver! Leroy Ver! De kracht van Ver gaat Chili te boven. Drie minuten wordt er toegevoegd. Nederland 2. 29 juni 2014, dit is Fortaleza. Dit is een heel grote wedstrijd. Dit is de dood of de gladiolen. Het slot op de deur. Man van tropisch hart nou. Herrera met het schot dat net naast gaat. Castillo, een heel grote afstand. Ongenadig schijnt de zon. Hier komt de kans van Mexico, redding van Sillissen. Robben ligt al op snelheid. Het is gezien. Robben! Robben heeft hij de bal, maar dan kan hij op het laatste moment nog worden gestuit. Santos schiet. Oh, een doelpunt van Mexico. Daar komt Memphis Depay. De inswinger en de goal. Nee! Ochoa met een ongelofelijke reactie. Robben. Man weg en nu nee niet uithalen. Sneijder dan, Sneijder net naast. Er is nog niets aan de hand. Er is nog alle tijd. Robben heeft Van Persie bij zich. Robben goed gedaan. Robben! Hier is de corner. Ochoa terug naar zijn lijn. Bal teruggelegd. En Sneijder! Ja! Hier is het doelpunt dat moest komen. Daar moet hij. In de hoek. En Robben. Robben. Ja, nu legt hij hem op de stip. Daar is dan een magische moment. Klaar, ja! Ja, ja! De Arena van Tenova. Het is een kwartfinale. Het gaat om wereldkampioen te worden. Vier gespeeld nu, vier gewonnen. Goed gespeeld. Depay, schietkans. Betere schietkans. Van Persie. Oh! Van Persie links op snelheid. Depay. Depay doorlopen en schiet en scoren. Ah! En! Daar mankeerde weinig aan. En hoe langer het 0-0 blijft, hoe gevaarlijker zo'n ploeg wordt. Er is even een soort van padstelling. Het is spannend, hè? Het is spannend. Winnen is het wat telt. Klein half uur nog. Het loopt niet op rolletjes. En daar de kans. Oh, wat een kans. Wesley Sneijder.
in één keer op de paal. Er is drang, er is tempo nu. In de 90ste minuut, 0-0. Hier Van Persie, oh, dit was je moment, man. Nu dan, nu dan. Hoe bestaat het? Komt hij erbij? Zij zijn kapot. De kopbal van Vlaar en de keeper heeft hem. Een koninkrijk voor een doelpunt. Zeg, nummer 1 eruit, nummer 23 erin. En nu heeft Krul hem. Deze stoppen en het is klaar. Krul! Dit is het decor voor de tweede halve finale. De hele wereld kijkt mee. Vier decennia lang behoort Nederland al bij de beste voetballanden van de wereld. Gruwelijk spannend. Hier is de vrije trap en Sillissen heeft de bal klemvast. De spanning zal menigeen door het lijf gieren. Het is allemaal een wankel evenwicht. Snoeihard tegen de binnenkant van het been. De finale komt voorlopig geen steek dichterbij. Perez met de voorzet. En daar is het doelpunt niet het doelpunt, want de bal eindigt in het zijnet. Erin blijven geloven, dat is de kunst. Robben, ja Robben is er eindelijk langs, maar dan kan die inzet worden geblokt. 0-0. De spanning gaat richting het kookpunt. Wie durft nog iets? Robben. En dan een schot. 0-0, nog altijd. Richting Palacio. Palacio met de kans, maar daar is Sillissen. Wordt penalty schieten. Ron Vlaar. De aanloop. En de redding van Romero. Wesley Sneijder. Romero heeft die inzet. Ah! Het is over. Ingeschoten, het doelpunt. Jorginho Wijnaldum geeft deze zegen van het Nederlands elftal nog een extra kleur. Oranje. Tijdens het WK 2014 in Brazilië. Het was geweldig. Ja, die jongens hebben het echt fantastisch gedaan. Niemand had dit verwacht.